zolderisolatie, dus gewoon tussen de balken aangebracht. En zo kun je eigenlijk gewoon de ruimte tussen plafond en zolder, als de zolder toch niet bewoond is en toch niet gebruikt behalve wat opslag, kun je die mooi isoleren. Moet ik meer op de zolderisolatie zal ik in het bericht zetten. Maar ik wil in ieder geval even laten zien dat het gewoon zo redelijk simpel zelf aan te brengen is.